bij Maatschappij Vandaag en ik ben jullie presentator van vandaag. Hebben jullie er ook zo'n zin in? Vandaag in deze aflevering... Wij spelen de voorstelling The World Of, een educatieve voorstelling die we optreden op middelbare scholen en op mbo's. Waar gaat deze voorstelling over? Meningsverschillen. Ik denk dat er tegenwoordig heel veel meningsverschillen zijn. Ik denk dat we door deze voorstelling kunnen laten zien dat je er ook over kan praten en dat het niet gelijk op de vuist hoeft te gaan met z'n allen. Want dat is wel iets wat tegenwoordig heel veel voorkomt. En ik denk dat het juist een goede manier is om hun te leren te communiceren met elkaar. Dus. Kun je ooit een ideale wereld maken? Als het jouw ideale wereld is, dan is het voor iemand anders niet zijn ideale wereld. Dus die problemen hebben we eigenlijk onderzocht. Ja, onze bedoeling is dat jongeren in gesprek gaan over dit onderwerp. Ja. Nou, het idee komt van onze regisseur Renske af. Renske die had een boek, The Imaginary World Of. En door middel van opdrachten uit dat boek hebben we eigenlijk deze voorstelling bedacht. Massage en kapper geweest. Waarom is het belangrijk dat jongeren in aanraking komen met dit soort onderwerpen? Nou, ik denk dat educatie en onderwijs en opleiding als deze, daarmee denk ik dat je jongeren eigenlijk een hele belangrijke boodschap mee kan geven voor de toekomst. En ik zie wel in onze maatschappij dat we heel veel conflicten krijgen en ik maak me daar heel erg zorgen over. En ik denk als wij onze jonge mensen daarmee in gesprek komen en ook samen tot een oplossing komen, dat misschien in de toekomst minder gebeurt. Wat vonden jullie van de voorstelling? In het begin dacht ik eerst van, waar gaat dit naartoe? Want ik snapte het gewoon niet zo goed, maar uiteindelijk werd het wel duidelijk. Dus vond ik het wel interessant. Ja, ik vond het heel leerzaam en ik vond het, ik denk dat je heel veel uit kan halen. Cool. Ik vind dat verschillen van mening altijd wel een belangrijk punt is in het leven. Dus dat ze dit uitbeelden en alles en die conflicten was wel leerzaam. Daarna hebben jullie ook nog een spel gespeeld, zodat jullie van allemaal bij eens en oneens moesten staan. Wat vonden jullie daarvan? Ja, leuk om zo de verschillen in de klas te zien en dan toch de meningen van andere mensen te horen en dan kijken hoe de rest daarop reageert. Wat neem jij precies mee van de voorstelling? Ik denk dat je soms wel anders naar situaties kan kijken dan dat je ze normaal zelf snel doet. Ik hoop dat als zij in contact komen met iemand waar ze het mee oneens zijn of een ander ideaal nastreven, dat ze toch een beetje tools hebben gekregen hoe je er vooral niet mee om moet gaan. En deze voorstelling laat vooral zien wat er gebeurt als je het echt niet met elkaar eens bent en het ook niet naar elkaar luistert. Dus dat ze een voorbeeld van de voorstelling meenemen hoe het niet moet eigenlijk.